Welkom allemaal bij dit interview met Mies Kloos. Zij is leraar biologische natuurwetten. Ik ben heel blij dat ik met haar kan spreken om jullie meer inzicht te geven wat je kunt doen vanuit emoties en je huidige IBD-klachten. Dus Mies, alsjeblieft, stel je voor aan de mensen die luisteren en kijken. Dankjewel Dennis, leuk hier om hier aanwezig te zijn. Leraar biologische natuurwetten, wat houdt dat in? Eigenlijk is mijn intentie om de mensen het vertrouwen in hun lichaam terug te geven. Hè, biologische natuurwetten laten je zien dat er eigenlijk niks misgaat. Dat er niks fout gaat. Er wordt ons verteld dat als we ziek zijn, dat er dan van alles misgaat. En dat we naar een dokter moeten. En dat we medicijnen moeten nemen om beter te worden. De biologische natuurwetten laten je zien dat er in feite niks mis of fout gaat. En dan ga je zien hoe je eigenlijk zelf vanwege onbewuste processen je klachten creëert. En als je ontdekt hoe je dat kunt discreëren, dan kan je ook daarvan afkomen. Dat is geen gemakkelijk proces, hè, want het is echt je onbewuste, dat wat er in je onbewuste speelt om je daar bewust van te worden. Nou, iemand vertelde me een keer dat het bewuste pakt 60 bits per seconde als je het vergelijkt met de computer. En je onbewuste 11 miljoen. Dus wat heb jij door van wat er in jou speelt? Eigenlijk niks. De klachten zijn een bewustwordingsseintje. De klachten die kun je zien als de fysieke manifestatie van jouw oorspronkelijke perceptie, waardoor je eigenlijk deze klachten zelf hebt gecreëerd. En om dan inzicht te krijgen in die perceptie en waar je bang voor bent, je angsten, dan kun je daar ook aan gaan werken. Dan kun je ook zien van oké, ik heb hier invloed op. Het is niet zomaar dat dit mij overkomt. Nee, het overkomt je met een reden. En je hebt daar zelf de hand in gehad. En je kan dus ook daar zelf iets aan doen om het in elk geval te verminderen. Of minder vaak te laten gebeuren. Of zelfs helemaal te laten stoppen. Ja, je loopt al even mee. Ik ben hier pas eigenlijk een goed jaar, anderhalf jaar mee bezig. Je hebt ook een iets bredere invalshoek als je het hebt over de biologische natuurwetten. Wat houdt dat dan precies in zijn algemeenheid? Eigenlijk alles wat het lichaam laat zien. Dus het, voor mij, het is gewoon begonnen uit interesse. Ja, mijn kinderen werden wel eens ziek en dan kom je met ziekte in aanraking. Toen heb ik uiteindelijk emotioneel ben ik gaan leren kijken. Ik ben dus geïntroduceerd in de alternatieve geneeskunde. Dat was een vrouw die werkte met de Nij van Roy Martina. En de Nij is een serie vragen aan het lichaam naar de oorzaak van eigenlijk alles. Hè, fysieke klachten, maar ook emotionele problemen, dingen die niet lukken. Hè, iets wat je wil manifesteren, maar dat lukt maar niet. Een zaak die je wil beginnen. Dus eigenlijk alles wat er in je leven zich afspeelt, daar ging hij met de Nij naar een emotioneel stukje. En ik ben in 2005 begonnen met een opleiding voor gezondheidstherapeut in België. En daar kregen we een vak totale biologie. En die introduceerde dat vak. Het ging over het werk van dokter Hamer, dokter Rijke Geert Hamer. En hij heeft de 5 biologische wetten ontdekt en naar buiten gebracht. En in die lessen ging ik eigenlijk meteen overeind zitten. Want ik dacht van jeetje, dit verklaart waarom de Nij werkt en EFT deed ik toen ook al. En waarom die emotionele dingen, waarom dat werkt. En dat gaat eigenlijk echt heel breed. Het gaat echt niet alleen over colitis ulcerosa, dat is maar één, of Crohn, hè. Dat is maar één klein aspectje ervan. Het gaat over alles. Het gaat over een hoesten, het gaat over tranende ogen, het gaat over buikpijn, het gaat over pot- en gewrichtsklachten, kiespijn, verkoudheid, alles. En ja, als je dat gaat zien, dan ga je jezelf leren kennen. En uiteindelijk, wat ik altijd zeg, hè, wat is uiteindelijk de oplossing om niet meer ziek te worden, dat is vrede hebben met alles wat is. En dat is weer heel spiritueel.
Ja, dat hoor je spirituele leraar ook zeggen. Hè? Het onthechten, vrede hebben met alles wat is. En dat is wat anders dan onverschilligheid. Dat had ik eerst ook. Van ja, maar als het er allemaal toch niks mee doet en alles gebeurt zoals moet gebeuren, hè, dan, dan kan ik ook achterover gaan zitten in de stoel en niks meer doen. Maar dat is het niet. Hè? Vrede hebben met alles wat is, mag best wel zijn dat het jou pijn doet. Of dat je compassie hebt met anderen omdat je hun pijn begrijpt. En, maar je snapt dat er een overkoepelende oorzaak is. En dat er, zoals alles wat in het lijf afspeelt, heeft te maken met jouw mindset. Maar alles wat in het leven afspeelt, heeft te maken met de collectieve mindset op aarde. En alles heeft een reden. En dan kan je dingen ook makkelijker ondergaan. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. En ik zeg ook niet dat door deze kennis dat je geen ziekte meer krijgt. Want je hebt altijd op een gegeven moment gebeurtenissen waar je van schrikt, die je hevig raken, waar je pijn van hebt, waar je problemen mee krijgt. En ja, dan gaat het lichaam, die gaat een programma starten om jou eigenlijk daarbij te helpen. Je krijgt een superlichaam. Hè, met die je meer energie geeft om met die situatie om te gaan. Om tegelijkertijd ook nog je normale dagelijks werk te doen. En als je dan weer in rustiger vaarwater komt, dan die zucht van opluchting, van poeh, hè, bijvoorbeeld een scheiding, een hele vervelende scheiding, of een ontslag, ik heb een nieuwe baan gekregen. Poeh, hè, die stress is voorbij en dan krijg je klachten. Ja, in dat eerste stuk, tijdens de stress, heb je helemaal niks door. Je lichaam doet allerlei dingen om jou te helpen dat probleem op te lossen, om je meer energie te geven, om echt een paar superorganen te creëren. En als het niet meer nodig is, dan, want de situatie is voorbij, ja, dan kom je in rustiger vaarwater, dan worden die maatregelen weer teniet gedaan. Je hebt in die stressfase ook roofbouw op jezelf gepleegd, dus je wordt moe, je kunt klachten krijgen en dan gaat het lichaam eigenlijk praten. Het lichaam gaat je vertellen, dit heb ik voor je gedaan. En in wezen wat het voor je gedaan heeft, dat heeft het geassocieerd met een situatie in de natuur die levensbedreigend is. En die situatie, dat is eigenlijk wat we gaan merken. Wat, bijvoorbeeld, ik heb langer moeten rennen en harder moeten rennen voor die leeuw dan ik ooit gedaan heb. Ik heb daar meer zuurstof voor nodig dan ik kon opnemen. Dus ik krijg superlongen, zodat ik meer zuurstof op kan nemen. Maar het thema is eigenlijk, ik dreig te stikken. Ik heb niet genoeg zuurstof om die vlucht te volbrengen. Dus het lichaam helpt je om meer zuurstof op te nemen. En als die situatie voorbij is en je komt in de genezingsfase, dan ga je dus merken dat je longen eigenlijk dat daar een programma in loopt. En je wordt kortademig en benauwd en heel moe. En die kortademigheid en benauwdheid, die laten je zien dat je dus bang was om te stikken in de actieve fase. En dan moet je gaan kijken van, wat was dat doodsangstconflict? Waar was ik zo doodsbang voor? En hè, wij hebben geen leeuwen meer die op ons afrennen, maar een ontslag kan ook een doodsangstconflict geven. Of een faillissement, of een ernstige ziekte van je man, of je vrouw. Of ja, dat kan allemaal dat programma geven. En het lichaam associeert dat met, ja, ik moet veel meer zuurstof hebben om dit te kunnen volbrengen. Ja, ja, dat is een, denk ik een voorbeeld wat iedereen goed kan snappen. Zeker inderdaad in de tijd dat we fysieke bedreigingen hadden. En nu leven die bedreigingen meer in ons hoofd. Dus we zien dingen als bedreigend of ervaren dingen als bedreigend. En het lichaam gaat reageren. En als je dat ombuigt naar dus het spijsverteringssysteem, dus ook wel de brokconflicten, zoals ze dat dan noemen. Wat kun je daarover delen voor de mensen die dat... Ja. Nou, in wezen, dat programma van de longen hoort daar al bij. Dat gaat over de luchtbrok. Maar dat is hetzelfde, ja, kiemblad, als we het daar dan over hebben. Maar de darmen, dat is een voedingsbrok. En als je dat in de natuur gaat zien, dan stel je voor dat een wolf een schoen tegenkomt en die opvreet, dan zit er in zijn darmen zit een onverteerbare brok. Letterlijk.
En dan gaan die darmen, die gaan dus aan de gang, die worden superdarmen, die gaan meer verteringssappen produceren om die schoen toch maar te verteren. De darmspieren doen ook mee, die gaan die schoen vasthouden, die gaan harder kneden, die gaan ervoor zorgen dat de hele boel gewoon kleiner wordt, zodat het wel door dat maag-darmkanaal heen kan. En nou, als dat klaar is, dan poep je hem uit, hè, die schoen, dan zal die kleiner zijn. Ik heb dat zelf een keer gehad met mijn hond. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Die schrokte op een gegeven moment zo'n barbecue stickje van een bord. He, zo'n heel lang, nou, 20 centimeter lange barbecue ja, spiesje. Met zo'n heel scherp puntje eraan. En ik dacht van, oh mijn god. Ja, hoe, wat nu? En toen ben ik gaan googlen en toen dus even hond heeft speld inslikken of wat dan ook. Ik dacht iets met een scherpe punt. En toen zeiden ze, je moet een peperkoek geven. Mijn hondje komt even binnen. Dat was niet de bedoeling. Oké. Okay. Ja, okay. Nou, hij heeft ze gedaan. Nou, hij is er weer, dus... Goed. Maar dus ik heb hem peperkoek gegeven, bijna een hele keer peperkoek, totdat hij echt niet meer op kon. Ik dacht van, nou ja, op hoop van zegen, want dan heb je ook darmperforaties, zo'n lange stok die daar in dat darmpje gaat van die hond. En 2 dagen later, toen poepte hij een heel recht drolletje uit, zo groot, de helft ongeveer, maar helemaal recht. En ik dacht van, nou. Dus ik heb het opgepakt met een plastic zakje en ik heb het opengemaakt. En daar zat dat stokje in. Dubbel gevouwen. Dus op een of andere manier in die darmen is dat stokje echt dubbel gevouwen. Nou, vraag me niet hoe die darmen van zo'n hond, hoe groot zijn die? Zo groot. Vraag me niet hoe het gebeurd is. Maar het is wel gebeurd. En daarna was het dus voor hem oké, dan kon dat door dat maag-darmkanaal en is het uitgepoept. En dan denk ik van ja, fantastisch. En of die dan die peperkoek nodig heeft gehad, weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Misschien had het sowieso wel gelukt. Maar ik denk wel dat die peperkoek toch een beetje dat puntje beschermd heeft. Dus, bottom line is dat je lichaam een superlichaam maakt. En ja, bij ons is dat vaak overdrachtelijk. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een nieuw huis gekocht en je oude huis, dat wordt maar niet verkocht. En je zit met een huis in je maag. Ja, en in wezen gaat dan hetzelfde proces spelen. Mijn huis is onverteerbaar, hè? Dat moet weg. En of dat dan in je maag komt of bijvoorbeeld toch in je longen, dat laat het lichaam zien. Waar ben jij gevoelig voor? Voor welke programma's? Het kan ook een eigenwaarde inbreuk zijn, dus bijvoorbeeld lage rugpijn, ik kon dat niet volbrengen, of knieën, ik kon die prestatie niet volbrengen. Dus uiteindelijk gaat het lichaam je naderhand, als dat huis verkocht is, gaat het tegen je praten, gaat het je laten zien welke programma's die daardoor heeft gestart. En zo kan je dus inzicht krijgen in jezelf. En mensen met Crohn of colitis ulcerosa, ja, die interpreteren veel dingen als onverteerbaar. Ja, en ik denk dat dat een heel belangrijke opmerking is. Want veel mensen die ik hier ook over probeer in te lichten. Niet iedereen die een conflict meemaakt of een situatie meemaakt. Waar bijvoorbeeld een baan verliest of een huis niet verkoopbaar is. Heeft daar last van. Maar het is inderdaad echt de perceptie. Hoe jij in het in jouw hoofd zeg maar een plekje geeft of juist niet. Dat die programma's inderdaad worden gestart, of niet? Ja. En dus dat is ook weer... voor mij is het ook heel spiritueel. Je lichaam is ontzettend spiritueel. En de Bijbel zegt, in den beginne is het woord. Dus het woord, de intentie, het verlangen, het idee, de perceptie, de overtuiging... dat is creatief. Dat gaat iets creëren. En ook de kwantumfysica die heeft ontdekt dat materie ontstaat uit het niets. Ja, en dat niets, dat is gedachtekracht. Dus gedachtekracht die magnetiseert elektrische deeltjes en vormen een elektromagnetisch veld. En dat elektromagnetische veld gaat materie aantrekken. Dus in wezen staat het idee over de situatie, dat is hetgene wat een programma veroorzaakt en niet de situatie. De situatie is altijd neutraal.
Ja. Het is wat jij ervan maakt. Wat zorgt voor een individueel programma. Ja, heel interessant. Ja, en ik hoop dat mensen dat wel bij zichzelf herkennen. Als ze die spiegel een beetje voorhouden en denken van ja, ik ben inderdaad ook zo, of ik heb die neiging inderdaad om heel veel dingen als onverteerbaar te ervaren. Want je hebt immers deze ziekte gekregen, dus het is niet een uitzondering. Iedereen die Crohn of colitis heeft ontwikkeld, heeft een onverteerbare situatie of meerdere in zijn leven meegemaakt. Dat is echt 100%. Het is niet één op de zoveel. Het is gewoon altijd zo, toch? Ja. Dus de colitis ulcerosa of Crohn, dat heeft altijd met een onverteerbare brok te maken. Maar iemand anders kan diezelfde situatie op een hele andere manier associëren. Dus eenzelfde situatie kan bij de een colitis geven, bij de ander Crohn, bij de derde bot, pees en spiergewricht dingen, bij de vierde een scheiding, bij de vijfde territoriumconflicten. Dus het hangt van de persoon af wat die situatie voor hem betekent. En colitis en Crohn, dat wil zeggen dat er iets onverteerbaar is voor je. En vaak zie je ook dat dat levensthema's zijn, zoals ik dat noem. Dat je altijd iets wat je niet zint als onverteerbaar interpreteert. Dus dat betekent dat iedere keer als er weer iets is, wat je niet lekker zit of waar je even boos om wordt, of wat je wilt vermijden of wat je irriteert, dat er weer een programma in die darmen gaat lopen. Ik heb dan een keer heel mooi meegemaakt met een vrouw, dat ging dan over diabetes. Het was in een lezing en ze vroeg, ja, waar staat diabetes voor? Ik zeg, waar verzet je je tegen? Oeh, zegt ze. Nou, die kwam wel binnen. En toen later is ze bij me geweest en toen zei ze van, ja, ik heb eens even een analyse van mijn leven gemaakt. En in de jaren 90 was er dat en dat aan de hand, toen verzet ik me daar tegen en toen ging dat over en toen kwam er dat en toen verzet ik me daar tegen, toen ging dat over, toen kwam er dat, toen verzet ik me daar tegen. Dus eigenlijk herkende ze in haar hele leven dat elke situatie die haar niet zinde, dat ze daar verzet tegen had. Ja, en dat zie je ook bij mensen met Crohn en colitis ulcerosa, dat is dan geen verzet, maar dat is onverteerbaar. Dus voor hun, voor die vrouw zou zo'n situatie verzet opleveren. Voor iemand die meer met de darmen reageert, zou het een onverteerbaar conflict opleveren. Maar de situatie blijft hetzelfde. Ja, ja. En als je gewoon naar jezelf kijkt, dan kun je zien van, ja, dat was toen onverteerbaar. En toen kwam er dat. En ja, dat was toen onverteerbaar. Hè? Dat je dat gaat zien. En dat is dan meteen ook weer een stukje bewustwording. Zolang je ervan af wilt, is de colitis ulcerosa onverteerbaar voor je? Ja, dat is een hele belangrijke. Zeg het toch maar een keer. Als je ervan af wil, dan ben je dus in de strijd. En dus is colitis ulcerosa weer opnieuw onverteerbaar. Want het is de fysieke manifestatie van iets wat onverteerbaar is. En die fysieke manifestatie triggert per definitie het oorspronkelijke conflict. Dus als jij ervan af wilt, dan ben je in strijd met de colitis of de Crohn. En is dat ook weer onverteerbaar voor je? Ja. Dus dat is weer vrede hebben met alles wat is. Herken je onverteerbaarheid. Weet van, oh, ik krijg klachten. Oh, er was weer iets onverteerbaar. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat was dat. Oké. En denk ook niet dat het weg zal gaan. Want je kan aan jezelf werken. Je kan steeds meer vrede krijgen met veel meer situaties. Maar op een gegeven moment komt er toch weer een situatie die nieuw is. En die toch weer onverteerbaar is voor je. En dan komt die weer. Nou, glimlach om jezelf. Ah, ik heb het begrepen. Oké. Okay. Ja. Ja, ik zeg dat ook altijd. Hè. Probeer zoveel mogelijk data te verzamelen. Jezelf begrijpen. En inderdaad de klachten zien als een, ik heb weer wat geleerd over mezelf. En dan daar geen angsten meer te voelen. En dan zul je zien dat inderdaad zo'n opvlamming of zo'n toename van klachten heel beperkt is. En dat je daarna gewoon weer alles kan doen. En ik noem het ook IBD klachtenvrij. Ik pretendeer ook niet dat iedereen 100% nooit meer iets zal voelen.
Maar wel op het niveau dat je je leven weer terugkrijgt. Dat je gewoon kan gaan en staan waar je wilt. En dat je niet meer het naar elke wc moet zoeken als je een keer buiten de deur gaat. Ja. Even voorbeeld. Ja, oké. Okay. Maar dan is het buiten de deur gaan ook alweer een bepaalde angst. Van als ik maar altijd een wc kan vinden. En dan is het buiten de deur gaan dus weer onverteerbaar. Dus krijg je weer de klachten, hè? Het wordt getriggerd. Ja. En dan zit je in feite gewoon in zo'n vicieuze cirkel. 100%. En ik denk dat meer mensen... Ik help nu een aantal mensen en ik denk dat dit wat je nu aangeeft... in het openbaar zijn, in het sociale context zijn, uit eten gaan... dan geeft dat vaak de volgende dag klachten. En dan denkt men, het zal wel weer... ik heb iets verkeerds gegeten, ik moet weer op de voeding letten. En dan krijg je weer angst voor voeding. Dat is ook weer een cyclus. Ja. En als je dus... gewoon in die ontspanning zit en oké, dan heb ik misschien even klachten na het eten, maar ik weet dat ik het zelf heb veroorzaakt en niet dat er iets mis is met me. Nee. Ja, en zelf heb veroorzaakt... met gedachten. Dat is ook, hè, het is onbewust. Ja. Dus het zelf veroorzaakt hebben is niet dat het jouw schuld is of zo. Hè, het is alleen iets wat in jouw onderbewuste speelt. En kijk, als je nog verder gaat kijken... waarom reageert het ene lichaam met zijn darmen? En bij het andere meer met eigenwaarde of met verzet, met diabetes dus, of met wat dan ook. He, daar zit daarvoor weer een hele geschiedenis. En dat maakt het allemaal heel interessant. En zo kan je dus steeds dieper gaan. En denk ook niet van als ik één situatie heb uitgeplozen, dan ben ik er. Echt niet. He, dan komen er weer tig anderen. En het is jouw levensthema. Ik denk dat het een illusie is om te denken dat je ooit van die klachten af zult komen. Alleen als jij er geen punt meer van maakt. En als je dus vrede hebt met die klachten en om jezelf kunt glimlachen. Dan zal je lichaam ze ontzettend snel kunnen genezen. Want je bent al in genezing tijdens de klachten. En als je niet meer bang bent van de klachten, wordt dat dus weer geen nieuw conflict. En daar heb ik versnellingen van gezien, van 3 weken naar 2 dagen. En van 3 dagen naar 2 uur. Ja. Zo. Ja, en dat is van, ik snap het. Oké, voel maar. Ja, want op het moment dat je in genezing gaat, dat is de voelfase. En daarvoor heb je de actieve fase, dat is de stressfase. Nou, als je... van die voelfase, dus van de klachten, weer stress maakt, dan blijf je hangen. Maar doe je dat niet, ga je ze dus, ben je bereid ze te voelen, van noem het geen ongemak of pijn of klachten, maar noem het een sensatie. Ik heb een sensatie in mijn buik en die sensatie is sensationeel. Ga het voelen, ga het onderzoeken, ga het bestuderen, ga het omarmen. Wat voel ik nou eigenlijk in die buik en word slap? Haal alle stress, alle fight flight uit je lijf. Word slap. En dan krijg je lijf de boodschap. Die klachten zijn niet erg. Want ik moet uit de fight flight. Er staat blijkbaar geen leeuw voor mijn neus. Ik hoef niks. Nee. Ja, en dan kan die genezing heel snel gaan. Hè, genezing, of tenminste overleving. Dus de stressfase heeft altijd voorrang boven genezen. Dus als jij stress creëert vanwege de klachten. Dan zal de genezing stoppen. Dus duurt die langer. Of in elk geval vertragen. Ja, dat noemen ze dan de hangende genezing, hè? Vanuit die natuur. Dan wordt die echt chronisch. En dan ga je ook, wat je er net zei, dus uit eten of in een sociale context of buiten de deur. En een lange reis ondernemen. Ik moet wel bij iedere boom een benzinepomp hebben. Want al dat soort gedachten, die creëren weer datzelfde programma. Dus hoe meer ontspannen je bent in met die klachten, hoe minder je lijf weer getriggerd wordt en hoe sneller dat kan regelen voor je. Ja, mooi samengevat, Mies. En ik denk dat ook een beetje al richting, wat kun je mensen dan, wat kunnen ze doen? Nou ja, dat heb je net al, ik denk, mooi samengevat. Hè? Dus omarm het, lach naar jezelf, word slap, laat het gaan en... Ja, en ik denk dat als je dat eenmaal bewust kunt toepassen, en dat is ook een beetje mijn streven, hè, met mijn programma ook, om mensen dat inzicht te geven. En dat is niet iets wat je binnen een week, zeg maar, onder de knie hebt. Hè. Dat kan best wel maanden of een jaar duren voordat je alle
ja, triggers een beetje weet van jezelf. En om je leven weer terug te krijgen. En ja, dat geeft mij in ieder geval weer een fijn gevoel. Dat in ieder geval dat dit inzicht ook nu door een, in mijn ogen, expert wordt bevestigd. Dus daar ben ik blij om. Heb je nog andere tips voor mensen die hier nu naar luisteren vanuit de context? Nou, dit was dus... Kijk, deze tip is gewoon in het nu. Als ik klachten heb, dan kan ik er zo mee omgaan. Ja? Maar je kan ook kijken, wat raakt mij? Want ook als je weer getriggerd wordt, dan raakt jou iets. En de kans dat dat weer een darmprogramma wordt, is groot. Dus is er nu iets, je kan bijvoorbeeld elke avond eens even kijken, van is er iets gebeurd wat mij toch geraakt heeft en wat weer onverteerbaar was voor me. Ga terug naar dat moment en ga voelen wat dat emotioneel met je gedaan heeft. Ga voelen waar de emoties zitten. Ja, zit er een band om mijn keel? Zit er een krimpt mijn hart in elkaar? Ligt er een steen op mijn maag? Krijg ik er buikpijn van? Ja, en ga dat dan voelen en doorleven. En zo kan je eigenlijk voordat de klachten komen, kan je ze al voor zijn. Kan je het emotioneel al doorleefd hebben. En dat is dus echt vrede krijgen met alles wat is. En dan gaat het over situaties. Niet over klachten. Dus ook met een situatie kan je hetzelfde, dezelfde oefening doen, zeg maar. Maar dan op emotioneel gebied. Dan ga je dus kijken, hè, waar raakt mij dat? Wat doet dat met mij? En dan voel je vaak tranen komen. Of ja, je voelt de emotie. Laat die er zijn. Doe dat dus ook niet als je op de markt staat of zo. Want daar wil je niet gaan lopen huilen. Maar doe dat even in een rustig moment. En je kunt altijd teruggaan als je merkt dat je ergens mee zit. Dat je steeds een bepaalde gedachte, dit zit me dwars. Als je even een rustig moment hebt, ga naar die situatie terug. En voor je lijf maakt het geen verschil of die situatie nu werkelijk bestaat of dat jij hem je herinnert. Voor je lijf is het er nu en hij zal diezelfde emoties genereren. En dan kan je die emoties gaan doorvoelen. Echt in de emoties gaan zitten en voel ook waar ze in je lijf zitten. He, voel ik het in mijn maag? Voel ik het in mijn buik? Voel ik het hier? Krijg ik het er benauwd van? Krijg ik een druk op mijn schouders? Voel ik het in mijn hoofd? Het maakt niet uit waar je het voelt. Ga er naartoe en ontspan. Word slap. En dat slap worden is ook heel belangrijk, want dat is communiceren met je lijf. Je kan in je hoofd denken, ik moet ontspannen, ik moet ontspannen, ik moet ontspannen. Maar als dat niet resulteert in slap worden, gebeurt er niks. Nee, want kijk, op het moment dat je hier nog niet bewust van bent dat dit allemaal gebeurt, dan wordt er vaak geroepen, meditatie, yoga, ga hardlopen. En dat is natuurlijk goed voor je lichaam, alleen het zoomt niet in op de essentie waar jouw uitdagingen zitten. Dus dan is het eigenlijk ook een beetje symptoombestrijding, dat in het moment dat je dan wel ontspannen bent, maar de volgende dag ben je weer op je werk en trap je weer in die valkuil, zeg maar, onbewust. Ja, en dan hè, als je weet van eigenlijk krijg ik steeds 's avonds klachten, dan kan het zijn dat er op je werk inderdaad iets onverteerbaar is. Nou, wie zit er dwars? Wat zit er dwars op je werk? Ga daar eens naartoe. Wat veroorzaakt dat met mij? Welke emotie? Ga die doorleven. Voel hem. En doorleven betekent dat je hem voelt. Het gaat echt om het voelen. We zijn natuurlijk helemaal afgebracht van het voelen. Pijn is ook ouderwets. Ik had op een gegeven moment een vriendin die had de rug gebroken. En die kreeg dus echt, zeiden ze in het ziekenhuis, pijn is ouderwets, dat hoeft niet meer. Dus die zat onder de pijnstillers. Maar die stond wel voorover gebogen 2 dagen nadat het gebeurd was om de was uit haar wasmachine te halen. Nou, toen ze er weer op controle ging, waren er wat wervels weer verschoven. Vind je het gek? Ja. Ja, pijn heeft een functie. Pijn laat jou wel weten van, denk erom, je moet het even rustig aan doen. Dus... Ja, heel interessant, ja. Pijn heeft echt een functie, maar wij door onze angst voor de pijn of voor het ongemak maken we het weer erger. En dan wordt dat ook weer een thema. Ja. En onder elk thema, er komt geen inslag als je lijf zich niet in haar bestaan bedreigd voelt. Want het associeert de situatie met een situatie in de natuur, dus onze menselijke situatie met een situatie in de natuur die levensbedreigend is. Dus voor het lijf wordt hij letterlijk zijn bestaan wordt bedreigd.
En dan loopt er dus ook altijd een bestaansconflict. En een bestaansconflict is, ik dreig te sterven door gebrek aan water, door uitdroging. En wat doet het lichaam dan? Die gaat vocht vasthouden. Ja, om die uitdroging te voorkomen. Maar elke genezingsfase gaat gepaard met vocht. Daar wordt vocht geproduceerd. En omdat er ook een bestaansconflict loopt, zegt het lichaam van, oh, dankjewel vocht, ik hou jou lekker vast. En dat betekent dus dat er in de darmen veel meer vocht komt dan nodig is. Dat er, hè, in waar dan ook, in welk orgaan dan ook, is er altijd vanwege dat bestaansconflict meer vocht dan nodig is. Dat bestaansconflict is actief. Overleving heeft voorrang boven genezing. Dus door het bestaansconflict wordt de genezing geremd. De klachten worden erger vanwege de grotere hoeveelheid vocht. En je wordt eigenlijk steeds banger. Nou, wat doe je door de klachten te gaan voelen, helemaal toe te laten en uit de fight-flight mode te gaan? Dat bestaansconflict oplossen. En tegen je lichaam zeggen, maatje, dat bestaansconflict, hè, of die klachten zijn niet erg. Die hebben te maken met de genezing. Het is helemaal oké. Laat maar gewoon gebeuren. En relax. Ontspan. Ja. Word slaap. Ja. En dan gaat het vocht naar beneden, dan wordt de activiteit uit dat bestaansconflict gehaald, dan wordt de genezing niet meer geremd. En jij gaat je ook beter voelen, de klachten nemen af. Hè, die worden nog maar een gedeelte van wat ze eerder waren. Dus ja, het is heel belangrijk dat je deze kennis hebt, want je kunt wel zeggen, hè, van even oppervlakkig, van nou, die klachten is helemaal niet erg hoor, maar je gaat naar de dokter en die maakt er een heel ander verhaal van. Dus het is ook wel zaak dat je deze kennis echt wel wat dieper bestudeert en begrijpt. Ja. Dan alleen maar even wat werk doet. Want dan komt er een volgende situatie of een volgende klacht die dan nog veel erger is. Ja, ja, dus dat is inderdaad zo. En wat je zegt, helaas leven we in een wereld waarin er een heel andere manier wordt gekeken, waardoor ook heel veel angst op je wordt ingepraat. Dat is eigenlijk een beetje de eerste natuurlijke, nou, het is geen natuurlijke reactie, maar aangeleerde reactie van ons als we ziek worden om angst te ervaren. Dat is een beetje met de paplepel helaas volgens mij erin gegoten. Ja. En dat moet je echt eruit programmeren, bij wijze van spreken, weet je hoe het noemt, maar dat het inderdaad toch heel anders zit. Ja. En Michel, heb zelf ook, want mensen kennen mij inmiddels een beetje. En ik heb natuurlijk een programma wat ik aanbied, waarin ik ook hier doorheen loop en ook optioneel mensen kan coachen. Maar je hebt zelf ook een programma. Kun je daar iets over vertellen wat mensen, als ze zeggen van nou, ik wil meer ook die algemene kennis weten, wat ze bij jou kunnen halen op dat vlak? Ja, voor mij zijn het gewoon cursussen. Kijk, zoals ik al helemaal in het begin zei, mijn intentie is om mensen het vertrouwen in hun lichaam terug te geven. Want hoe vaak zeggen mensen niet van, mijn lichaam laat me nou helemaal in de steek. Nee, je lichaam laat je niet in de steek. Jij laat je lichaam in de steek omdat je niet snapt waarom ze doet wat ze doet. En dat is ook de workshop Vertrouw je lichaam. Dat gaat over de orgaanprocessen, dus eigenlijk over de klachten die je krijgt. En je krijgt de denkwijze. Hey, ik ben ook begonnen na 2009 ben ik begonnen met de eerste studiegroep. Je krijgt eigenlijk de biologische wetten voorgeschoteld door alle programma's te gaan zien. En na een aantal jaren, een jaar of 3, 4, viel bij mij het kwartje van jeetje. Dit is helemaal geen therapie of een andere geneeskunde. Dit is gewoon een hele andere denkwijze, een hele andere leefwijze. Maar niemand geeft dat. Ja, iedereen die geeft die programmatjes. Maar door de programma's te kennen, ga jij die denkwijze die daarachter zit eigenlijk niet zien. En toen dacht ik van, ik ga die denkwijze doen. En, zo is mijn eigenlijk alles opgebouwd. Het gaat over de denkwijze. De denkwijze dat er niks mis en fout is. En die programma's die laten zien, of die bevestigen eigenlijk die denkwijze. Maar Vertrouw je lichaam gaat dus over de denkwijze. Deel 1 is gewoon helemaal de denkwijze, het hamerskompas, dat schema, hoe dat dan verloopt.
En dan deel 2, het mechanisme van creatie. Ook dat is dat we het zelf creëren. Ook dat blijkt uit de programma's. En deel 3 is, hoe ga je ermee om? En dan begin je gewoon met kleine fysieke dingetjes. Van als je zelf een keer gesneden hebt, een verstuikte voet. Ga eens in die klachten zitten die je dan hebt. Ga ze observeren, ga ze bestuderen. En haal de angst daarvoor dus weg. En dan, wat je dan voor versnellingen ziet is belachelijk. En daarna gaan we alle programma's, of we gaan dan de hele structuur van de biologische wetten en van elke groep, gaan we een paar programma's bespreken die dienen ter bevestiging van de denkwijze. Ja, dus het gaat, dus in gaat wezen, veel breder dan IBD. Ja. Je kijkt gewoon volledig de volledige denkwijze die nodig is. Niet alleen voor IBD, maar ook voor alle andere klachten. Ja. Die je ooit kan krijgen of tegen kan komen in je leven. Ja. Dus... ik ben ook wel nieuwsgierig, want deze video komt natuurlijk ook op mijn site. En ik zou het ook wel willen weten, wat doe jij nu? Dus als je de mensen die jou niet kennen ook even iets wilt vertellen van hoe pak jij Crohn en colitis aan? Ja, dat is goed. Wat ik aanbied is inderdaad ook een videotraining. Dat is opgenomen materiaal. Waarin ik in eerste instantie ook mijn eigen lessen deel. Want ik heb heel lang, ik ben al 34 jaar belast met het label ziekte van Crohn. In de eerste jaar overgeleverd aan de arts, op mijn ouders. En later ben ik me heel erg op voeding gaan richten. Want dat was voor mij logisch in die tijd. Natuurlijk, creëert een gezond lichaam. Alleen je lost niet alles op. En die transitie van voeding naar emoties of de geest. Die heb ik eigenlijk pas recent gedaan. Maar toen viel wel heel die puzzel in zijn plek. En toen begreep ik ook waarom ik, ondanks mijn perfecte eetpatronen, soms toch nog wel eens klachten had of kleine opvlammetjes, niet ernstig, maar niet naar mijn zin. Ik had niet de controle. En dat heeft mij getriggerd om mijn aanpakprogramma wat ik al had, dat heel erg op voeding en suppletie zat, eigenlijk 180 graden om te gooien, om uit te leggen waar de angel zit. Een beetje die ui afpellen, jezelf begrijpen, eigenlijk wat jij noemt met een werkboek ook. Er zitten wat opdrachten in, zodat je gaat snappen door te luisteren, door te voelen waar zitten bij mij de problemen, waar zitten bij mij de brokconflicten. En dan op basis van sporen of onbewuste processen te achterhalen, wat zijn dan valkuilen, wat triggert mij zo op een dag, waardoor ik inderdaad samen toch weer klachten krijg. En dat allemaal wel op te schrijven, zodat je jezelf beter gaat snappen. En dan los te laten. Dagboek bijhouden. Ja, dagboekje bijhouden. En dan de angst los te laten. En in vertrouwen dat proces even te doorstaan. En dan de volgende keer als je inderdaad weer een nieuwe situatie vaart. Om dat inderdaad een beetje voor te gaan raken. Wat je ook uitlegt. Dus dat is wat ik doe. Maar dan heel gericht natuurlijk voor 2 type aandoeningen. Dus dat zijn dus alleen de brokconflicten. Maar ik zie ook dat mensen... die IBD hebben vaak ook last hebben van gewrichten. Soms hebben ze ook diabetes. Kijk, of last van de lever. Het is vaak niet altijd één ding. Soms zijn het ook andere dingen. En ik denk als je dan naar deze manier van kijken kijkt, dat ze dan ook zeker baat hebben bij een stuk verdieping of meer algemene kennis, hoe dat dan allemaal weer samenhangt. Want waarom heb ik dan 3 ziektes naast Crohn of colitis? Wat is er dan nog meer hier wat niet lekker loopt? Dus dat is wat ik doe. Dus ik beperk me wel. Maar ik wil dus ook graag samenwerken met mensen die verdieping, verbreding, andere invalshoeken kunnen geven. Dus het lijkt me ook heel leuk, Mies, om daar ook een stapje te zetten. Dat we in ieder geval daar aan elkaar kunnen verwijzen. En ik denk dat dat uiteindelijk mijn missie is om... Ja, mensen te helpen. En ik weet ook niet alles zelf, daar ben ik ook eerlijk in. Daarom ook die samenwerkingen. Zodat uiteindelijk mensen zelf kunnen kiezen, ik ga nog een keer linksaf of ik ga nog een keer rechtsaf. Ja, ik denk ook dat, ik weet ook niet alles. En ik ben voornamelijk leraar en ik geef dan, dat is het leefprotocol wat ik dus op een gegeven moment eigenlijk onbewust deed. Dus ik had die echt frappante versnellingen van iemand met roodvonk die dan in een gesprek van een kwartier, 20 minuten, de vurigheid was eraf, de pijn was weg.
mensen met gewrichtsklachten, pijn was weg na 10 minuten. Iemand die had dan een tumor op haar borst, de maat van een ei, en na een gesprek van 20 minuten was het weg. Die was een hazelnoot geworden. Dat soort resultaten had ik. En toen dacht ik ook van, en mensen vroegen dan, wat doe jij nou eigenlijk? Ik zeg, ik heb geen idee, ik weet niet wat ik doe. En op een gegeven moment heb ik zo'n gesprek gevolgd. Toen begon bij mij dus de bewustwording van, oh, ik doe nu dit, ik doe nu dat. En ik doe nu daar en daarom doe ik dat. En toen ben ik het op gaan schrijven. Toen heb ik ook een paar van die mensen heb ik gevraagd van wie me helpen om het gesprek te recapituleren. Zodat ik me bewust word wat ik eigenlijk doe. En dat is het leefprotocol geworden. Maar dat is dus echt het werken in het nu met wat nu plaatsvindt. Of je herinneren wat een tijdje geleden heeft plaatsgevonden. En dat in feite door het je te herinneren naar het nu halen. En dan kijken wat er gebeurt. En dan kan je zowel emoties, als het een situatie is, dan voel je emoties. Zijn het klachten? Ja, dan voel je de klachten. Maar ook weer de angst voor de klachten gaan voelen. Ja, dus het gaat niet alleen maar om de klachten, maar ook, hè, stel je voor, dat vraag ik ook vaak, stel je voor dat dit nu nog 10 jaar zou duren. Nou, en dan zeggen ze eerst van, oh nee, dit gaat wel over. Nee, hier ben ik niet bang voor, hoor. En dan vraag ik, hè, dan overdrijf ik zo. En dan voelen ze wel de angst. Dus zit er nog angst. Ja, wat we vaak helemaal niet doorhebben dat het er zit. Nee. En ja, dat doe ik in die gesprekken. Dus ik overdrijf, ik maak ze bewust en ik geef ook tips. Maar dat is allemaal in het nu. Ja. Soms is dat niet genoeg. Hè, soms bij processen, zeker heftige processen, heb je ook gewoon verzorging nodig. Omdat je bijvoorbeeld zo moe bent dat de reis naar de wc al te lang is. Nou, laat staan dat jij even rustig naar de supermarkt kan lopen en een maaltijd voor jezelf kunt kopen en maken. Dat gaat dan niet. En dan heb je toch verzorging nodig. Soms moet er ook echt regulier iets gedaan worden. Dat kan niet anders. Nee, zeker bij complicaties ook. Hè? Soms is ook het werk in het nu niet genoeg. Soms, dat is heel vaak, dat je ook nog verder moet kijken. Van waar ligt nou de oorzaak, de emotionele oorzaak? Wat is er gebeurd in mijn jeugd? Wat is er? En dan zit je toch in regressie. Ik heb ook een extra deel. Daar laat ik een film zien waarin duidelijk wordt dat die gebeurtenissen en jouw reactie daarop, die zitten als eigenlijk verankerd in je cellen. Dus angst zit niet in je hoofd, zit niet tussen je oren, het zit in je lijf. Het is je lijf wat ooit iets heeft meegemaakt, waardoor jouw lijf jou bang maakt, zodat jij aan de gang gaat om dat te vermijden. Maar het komt uit je lijf. En dat noemen ze dan engrammen. Nou, jouw ouders hebben natuurlijk ook allerlei dingen beleefd en daar op een bepaalde manier op gereageerd. En jij ontstaat uit de eicellen en de zaadcel van je ouders met in elk geval een deel van hun engrammen. Maar zij zijn ook weer ontstaan uit de eicellen en zaadcel van hun ouders met al hun engrammen. En ja, ze zeggen wel met familieopstellingen dat het 7 generaties teruggaat. Hè? Ja. Doen ze dat ook wel het celgeheugen? Want ik heb het ook in verdiept. Ik heb het ook laten behandelen en daar werk ik ook mee samen. Maar dat is heel interessant. Want dat is eigenlijk ook nog een element wat je zou kunnen toepassen, toch? Ja, maar dan ga je dus, hè, dan kan je eventueel met familieopstellingen of regressie. Ik ken iemand die gaat nu lessen doen in biologisch decoderen. Dat gaat daar ook over. Dan ga je dus eigenlijk kijken, waarom reageert mijn lichaam met diabetes? Of waarom reageert mijn lichaam met Crohn colitis? Wat is er ooit gebeurd in mijn familie waardoor mijn lichaam daarmee reageert? Waarom reageert mijn lichaam met eigenwaardeinbreuken? Dat zijn dus botten, pezen, spieren en gewrichten. Ja. Dus dan ga je naar de oorzaak van de oorzaak. Dan ga je niet zomaar meer naar een situatie in dit leven, maar dan ga je echt naar, hoe ben ik geconditioneerd? Ja. En het grappige is, hè, wij zeggen dan 7 generaties terug, daarna merk je het niet meer. Ik vraag me dat af. Ik denk dat ons creatieve vermogen, hè, dat er iets naar boven komt wat stamt uit de middeleeuwen, dat we dat eigenlijk al meteen relativeren, onbewust, en dat het niet meer naar boven komt. Maar ik ken iemand die werkte dan met de healing code, met paarden, en die zei 7 generaties, echt niet, 25, 30, 40 generaties terug.
Maar een paard kan niet relativeren. Een paard kan niet anders naar een situatie kijken. Een dier, nee. Je kan het tegen een dier niet zeggen van nou, kijk maar gewoon even wat anders naar die situatie, dan gaat het wel weg. Nee, een dier die reageert. Dat is op basis van stimulus-respons. Er is een situatie, daar reageert hij op. Het lichaam herkent een geluidje van een situatie van een paar jaar terug en daar reageert hij op. We hebben op een gegeven moment, mijn kinderen hadden allebei een paard. En mijn ene dochter is toen verhuisd en heeft het paard meegenomen. En een paar jaar later kwam dat paard terug op zijn oude stal, omdat ze een wedstrijd bij ons in de buurt had. Nou, dat ene paard waar die mee samen hadden gestaan, dan zeggen ze, paarden vergeten het. Nee, het zit in hun cellen. Ze vergeten het niet. Dus hij kwam zichtbaar weer bij de wei. Hij stond in de wei, dat ene paard wat daar al is gebleven. En hij kwam aan en ze zagen elkaar. Eigenlijk nog voordat ze elkaar zagen, herkenden ze elkaar al aan de loop of weet ik veel wat. Maar het was hinneken naar elkaar. Ja, maar het is niet zo dat die twee dus elkaar bewust gemist hebben. Ja, die missen elkaar een paar uur. Dan treedt het tot zijn geheugenverlies op en... Ja, maar het zit wel in de cellen en komt die situatie terug, dan weten ze dat. Dus ze herkennen elkaar altijd. Ja, interessant. Ja. Dus, en dat moet je ook, dat loopt ook in jouw lijf. En dan 7 generaties terug, nou, ik weet het niet hoor. Het zou me niks verbazen als het bij ons ook veel verder terug. Veel langer is. En dan kan dus een heleboel dingen gebeurd zijn waar jij helemaal niet bewust van bent, waardoor jij inderdaad op een x-manier biologisch reageert. Ja. Dus dat is weer een dimensie verder. En hoe ver wil je gaan daarin? Ja. Is het voor jou voldoende om gewoon lichte klachten te hebben en lekker te kunnen leven en te weten van, nou ja, dat hoort gewoon bij mij en dat is goed. Prima. Of zeg je op een gegeven moment van, nou, ik wil nou wel eens even naar de bodem. Ik denk dat mensen afhankelijk van de klachten die ze ervaren en als ze met wat simpelere stappen al heel ver komen. Ja. Dus aan ieder denk ik die denkt van nou ja, ik wil nog verder graven of niet. Daar ben je natuurlijk vrij in. Maar je kan, als je goed hebt geluisterd, heel veel doen. Je kunt heel veel doen en er zijn heel veel hele goede therapeuten. De mensen die de biologische wetten dan ook nog kennen, dat is echt een heel groot pre. Ja, want dan vaak zitten mensen toch met het verhaal in het hoofd van situaties die heel heftig waren, maar die in feite al zijn opgelost. Maar omdat dat zo in je hoofd zit, blijf je daar toch mee bezig. En dat iemand die de biologische wetten kent, die zegt, ja, maar je hebt al klachten, dus het is al opgelost. Ja, en het kan zijn dat die nog getriggerd worden. Dus je moet wel gaan kijken van, zitten er nog triggers vanuit die oude situatie? Maar soms zijn de situaties ook gewoon echt helemaal opgelost. En door er steeds weer opnieuw naar te gaan kijken, word je steeds weer getriggerd. Ja. Dus moet je op een gegeven moment ook mee ophouden. Je moet op een gegeven moment gaan leven. Kijk, nou, vind ik een mooie afsluiting, Mies. Ja. om te gaan leven, inderdaad. Ik denk dat uiteindelijk, plat gezegd, het belangrijkste is om te doen. Je hebt een lichaam om het leven te ervaren. Hè? Je hebt geen leven om je lichaam onder een vergrootglas te zetten en te kijken of die het allemaal wel goed doet. Nee. Ik denk dat we een hele mooie dialoog hebben gehad. Ik hoop dat heel veel mensen hier heel veel waarde uit kunnen halen. En we zullen uiteraard ook de verschillende contactgegevens in opnemen. Dat mensen dat na het kijken van het filmpje op verschillende locaties ook gewoon contact met jou kunnen opnemen voor de zaken die jij aanbiedt. En andersom. Dus laten we dat doen. Ja, heel leuk. Mies, wie weet, ik heb het idee dat we hier nog uren over kunnen hebben. Ja. We zijn er lang niet uitgepraat. Nee, precies. Dat we ook een keer een vervolg kunnen geven. Ik ben ook benieuwd wat mensen ervan gaan vinden en reageren. Maar ik denk dat voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor jouw uitleg. Geen dank, graag gedaan. En ik ben echt benieuwd wat men ervan vindt. En laten we sowieso contact hebben en kijken hoe we ook elkaar kunnen gaan versterken in de toekomst. Lijkt me hartstikke leuk, Mies. Ja, gaan we doen. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan.